Het ministerie van Openbare Werken heeft vanmorgen een vaccinatiedag gehouden voor haar personeel en mensen uit de omgeving. Het ging om personen die de eerste, de tweede of zelf de boosterprik wilden nemen. De opkomst was aan het begin van de dag niet groot, maar dat was te verwachten, zegt minister Riyad Noor Mohammed. Hij geeft aan dat de vaccinatiedag vooral gehouden is om meer informatie te verschaffen. Het ministerie van OW past nu veel strengere regels toe, door bijvoorbeeld alleen gevaccineerden toe te laten tot het gebouw. We hebben die controle al een paar weken van tevoren gedaan, waarbij we beginnen te checken beneden, je moet je kaartje tonen, et cetera. Dat gaat zo blijven. Maar waar het om gaat is dat ergens moeten we een stop zetten. Want je hebt heel veel mensen die makkelijk besmet raken. En het lijkt bijna alsof die personen juist overleden. En dat willen we dus niet meer hebben. Het is net als je griep hebt, dan zeg maar blijf liever thuis, want je gaat andere kinderen besmetten of andere volwassenen. Het is hetzelfde principe. Alleen is het hier gevaarlijker, mensen raken besmet, gaan in het ziekenhuis. Het kost de staat ook honderdduizenden SRD voor elke patiënt die in het ziekenhuis belandt. En die kosten, kijk natuurlijk zit ik ook in de regering en we zien wat de kosten zijn per persoon. Het zijn gigantische kosten. En ik denk niet dat we zo oneindig door kunnen gaan. Dat is één reden, dus wij als openbare werken helpen nu de regering een handje mee. Dat was de bedoeling van die vaccinatiedag. Op het ministerie zijn er de afgelopen periode veel besmettingen geweest. De minister wil komend jaar echter beginnen met de volledige bezetting. Noor Mohammed zegt dat het gaat om de gezondheid in het algemeen, maar ook om de veiligheid van de mensen die het ministerie willen bezoeken. Wij willen niemand discrimineren, maar het gaat om het belang van de gehele bevolking. Wij zijn namelijk een dienstverlenend ministerie, meent de minister. Zeker bij openbare werken is het percentage laag. Het was 30%. Maar we hebben dan ook gezien dat er veel besmette personen plotseling hier kwamen, omdat ons gebouw er ook niet echt geweldig voor leent. Het is ook niet geweldig COVID-vrij. Dus dit alles heeft eigenlijk gemaakt dat we toch wel een beetje een push willen geven aan alle ambtenaren die bij OW werken en alle mensen die bij OW binnenkomen, want we zijn ook een dienstverlenend ministerie, om te helpen dat ze wel een vaccin krijgen of zichzelf verder gaan beschermen. Dus dat zijn de hoofdredenen geweest waarom we initiatief hebben genomen om wat informatie te geven, een vaccindag te organiseren en een natraject te doen om te kijken, die mensen die nog misschien bang zijn, om te kijken hoe we hun verder kunnen begeleiden. Voor de minister is het belangrijk dat de bedrijfsvoering weer optimaal wordt. En met deze maatregelen kan dat gauw gebeuren.